Ja, ik hoop dan toch zelf wel eindelijk dat ik een keer uh, goed mee kan doen in de sprint. en uh, Ik ga voor top 3 dit keer en hopelijk uh, zit dat er dit keer in. Ja, top 3 uh, in de koers waar Kittel, Krijpel starten, dat lijkt me geen sinecure. Nee, maar ja, ik, uh, ik, ik ben al een keer vlak achter ze geëindigd en dat was vorig jaar. Dus ja, nu ben ik een jaar sterker, dus uh, waarom niet? Ja, je zegt een jaar sterker. Je bent wel eventjes ziek geweest in de ineenke toe. Hoe staat het nu met jouw vormpel? Ja, ik heb uh, bloed laten trekken voor de zekerheid en gewoon kijken hoe het is. En afgelopen week heb ik in uh, Hamburg Classic gereden. En dat was 240 kilometer en uh, het voelde gewoon heel goed, eigenlijk. Dus uh, ik denk dat ik er wel zo goed als vanaf ben. Ja, want wat is er uit die, test, uit die bloedtest gekomen? Ja, dan moet ik nog uh, twee dagen op wachten en uh, dan krijg ik de uitslag. Dus in het weekend uh, word ik opgebeld of alles goed is. Maar het gaat nu gewoon een stuk beter. En de trainingen uh, verlopen weer zoals het moet. Dus dat is een goed teken. Ja, de uh, Hamburger Classic of de Vattenwasse Classic is ook een koers voor sprinters. Hoe heb je je daar kunnen handhaven tussen de grote mannen? Uh, ja, tijdens de koers voelde ik me echt heel goed en uh, in de finale ook. Alleen ik werd een beetje weggedrumpt uh, waardoor ik wat plekken verloor. En dat was gewoon uh, ja, mijn eigen stomme fout, zeg maar. En uh, dat hoop ik dit weekend weer recht te zetten. Ja, een koers door eigen gebied, de Worldport Classics. Hoe speciaal is dat voor jou? Ja, wel speciaal. Ik uh, ja, fiets door je eigen trainingsgebied en vandaag heb ik dat nog een beetje verkend. Uh, zodat ik goed moet uh, vooraan zitten waar dat kan met de wind. En ja, het is gewoon uh, heel leuk, want er komen toch wel meer mensen naar je kijken die, die je kent, die uit de buurt komen. Ja, dus in dat opzicht heb jij een, een voordeel? Ja, eigenlijk wel. Dat was uh, vorige week ook al het geval. En dan vragen ze je, je toch uh, hoe het parcours is. En uh, daar kan ik de ploeg wel uh, bij helpen. Ja, de koers is bekend vanwege zijn waaiers, daarom is die uh, opgericht. Hoe houd jij je in een, in een waaier? Um, ja, normaal gezien ben ik dat wel gewend. Bij de junior en nieuwelingen doe je dat uh, elk weekend zo wat. En uh, ja, dat heb ik wel bewezen. denk in de ZLM tour, daar zat ik ook mee in de groep van uh, 25. En daar stond ook heel de dag wind. Dus ja, je moet een beetje geluk hebben dat je precies op het juiste moment van voren zit. En dan zit je in de eerste of in de tweede waaier. Maar voor jou geen stress als die als het in waaiers valt? Nee, ja, dat is uh, het probleem bij andere renners, die raken altijd in de stress. En ik weet uh, meestal wel uh, dat ik me rustig kan houden. En als je in de tweede waaier belandt, dan is de kans 9 van de 10 keer dat je toch wel terug kan komen. En wie starten er nog meer namens jouw ploeg in de Worldport Classics? Uh, Martijn Maaskant, uh, Sebastien Rosselair, Jacob Reed en een uh, stagiair, Glenn O'Shea. En ikzelf met z'n starten we. Ja. Daarbij, dus niet jouw broer Michel Krede, die ook bij uh, dezelfde ploeg rijdt. Is dat een gemis voor jou? Uh, ja, een klein beetje wel eigenlijk. Want uh, ja, wij trainen altijd samen, we weten wat we aan elkaar hebben. Hij kent het parcours natuurlijk ook. Alleen ja, hij moet nu gewoon uh, in de verwijld aan het werk. En Die kan helaas niet bij zijn. Die starten namens Garmin met uh, vijf man en jij lijkt de vooruitgeschoven man voor de sprint. Ja, zeker. We hebben uh, ja, nu besloten dat ik de enige sprinter ben in die uh, koers en de rest uh, zal erbij moeten zijn om mij uh, zo goed mogelijk af te zetten in de finale als het uh, op een sprint uitkomt. Ja, en dat is voor jou uh, lijkt me een, een nieuwe situatie om de druk van de ploeg op je schouders te hebben. Ja, vorig jaar uh, had ik dat ook af en toe, maar ja, dat was het uh, gewoon nieuw en dan hadden ze er geen druk op gelegd en ging dat uitstekend. Dit jaar is het uh, ietsje minder dat ik uh, voor mijn eigen kans mocht gaan. En de kansen die ik pakte, pakte wel goed uit. Want ik uh, reed twee keer top 5. En nu ja, is dat toch wel, uh, wel weer speciaal. En het wordt wel uh, lastig. Ja, een van die kansen was in de ronde van Wallonië. Waar je uh, toch vierde wist te worden achter uh, gerenommeerde sprinters. Ja, hoe graag wil jij toch je tussen die grote mannen voegen? Ja, heel graag zelfs. Het is alleen jammer uh, dat je soms niet uh, de mannetjes meer bij je hebt die, uh, die je nodig hebt. En dat, dat scheelt gewoon enorm in... Uh, dat soort koersen die, die heb je gewoon echt nodig, want anders kan je niet meer sprinten. Ja, want hoe erg uh, is die concurrentie met Tyler Ferrara binnen jouw ploeg? Uh, ja, met Tyler Ferrara niet zo heel groot, want hij uh, heeft andere koersen gereden dan ik. En als jongeling moet je je toch eerst bewijzen voordat, ze, uh, ja, voordat je zelf mag sprinten. Zeg maar. En dat is gewoon, uh, ik denk voor iedere jonge renner heel lastig. Ja, want ik neem aan dat jij graag gewoon die Tour de France uh, sprint wil gaan rijden. Ja, ik hoop in de toekomst dat uh, toch te gaan kunnen doen. Ja, nu was het gewoon uh, veel te vroeg en ze hebben alleen uh, klasse meegenomen. En ja, wie weet ooit in de toekomst, dan uh, word ik de vooruitgeschoven man voor de sprint. Dat zou heel mooi zijn. Ja, want je bent 22 jaar, je hebt nog een groeimarge. Ja, zeker. Het is, uh, dat vergeet ik soms wel eens, want je wil gelijk meedoen met de top. En uh, de leeftijd is denk ik nog het probleem. Ik hoop dat ik uh, dat binnen een paar jaar anders kan zien. Ja, want hoe hoop jij nu aanstaand weekend die sprint met uh, een griepel en een Kittel aan te gaan? Um, ja, ik denk dat die mannen iets sterker zijn dan mij. Alleen. Uh, het gaat er een beetje om hoe je geplaatst zit en uh, hoe fris je aan de finish komt. En dan, dan is eigenlijk alles mogelijk, want hun hebben de tour gereden, dus ze zullen wat meer vermoeid zijn. Maar je hebt geen sprinttrein zoals zij die wel hebben? Nee, maar daar, daar heb ik vroeger ook geen last mee gehad. En als de mannen mij in dat wiel kunnen zetten, dan zou dat al enorm fijn zijn. En dan uh, heb ik geen sprint gereden voordat echt de echte sprint begint, zeg maar. En dat gaat wel enorm schelen. Want in wiens wiel zit je het liefst? In die van Grijpel of in die van Kittel? Um, ja, ze zijn even groot eigenlijk, even breed. Dus de, ja, dat maakt me op zich niet heel veel uit. Ik denk uh, dat Grijpel iets meer uh, snelheid heeft dus, uh, dan, dan eerder Grijpel. En denk je dat die mannen ook rekening houden met Raymond Kreder? Um, ja, dat is een moeilijke vraag, dat weet ik niet. Ik denk dat ze me wel kennen, maar niet uh, dat ze daar geen rekening mee houden. Maar dat hoop ik wel in de toekomst te kunnen doen.